bij mijn kanaal. In deze video ga ik vandaag mijn koffer inpakken, want ik ga eindelijk op vakantie. Ik heb er zoveel zin in. Ik ga samen met Dagmar, Zoe, Twan, Romy, Keer, ja dat zijn ze allemaal, gaan we 5 dagen, 6 dagen naar Caruela toe. Zondagavond vliegen we en vrijdagavond komen we terug. Ik heb er echt ontzettend veel zin in. En daarvoor moet ik natuurlijk een koffer inpakken. We hebben allemaal ons eigen handbagagekoffer. En we hebben 2 grote koffers die we met z'n 6 delen. Dus we hebben een beetje met elkaar afgesproken van oké, in je handbagagekoffer doe je al je kleren. En in de grote koffers doen we de toiletartikelen. Dus gewoon je toilettas en zo. Strandhanddoek, schoenen, tassen, dat soort dingen. Omdat dat wat grotere dingen zijn, dus wat zwaarder. Dus dat kan mooi in een grote koffer. En kleren, dat weegt niet zoveel. Is makkelijk op te rollen, dus dat doen we lekker in onze eigen handbagagekoffer. Dus wil je nou weten wat ik allemaal meeneem op vakantie? Blijf dan zeker kijken. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En dan gaan we beginnen. Als eerst ga ik eventjes kijken naar het weer, want daar moeten we natuurlijk ook rekening mee houden. En het plekje waar we naartoe gaan heet Caruela. En zoals je kunt zien, wordt het zondag tot en met vrijdag echt bizar lekker weer. Dus oké, ik kan lekker al mijn bikinietjes meenemen. Laten we maar beginnen met inpakken. Dit is dan de bagagekoffer die ik ga meenemen. Het is een mintgroene zoetkoffer. En ik heb deze gekregen van de Little Green Bag. En ik ben hier echt onwijs blij mee. Zoals ik al zei, neemt iedereen dus zijn eigen handbagagekoffer mee. En hebben we 2 grote koffers. En hebben we afgesproken om in onze handbagage kleding te doen. Dus ik heb hier alvast allemaal kleding liggen. Ik heb net een beetje setjes verzameld, setjes gemaakt. En ik denk dat dit het ongeveer wel is. Ik wacht dus nog op de bestelling van de H&M. En ik hoop dat die op tijd binnenkomt, zodat ik daar nog wat items van kan meenemen. En anders moet ik nog eventjes rijden in mijn kast ergens deze dagen om het nog een beetje aan te vullen. Maar voor nu denk ik dat dit wel oké is. Wat ik altijd doe met mijn kleding is het oprollen. En dat ga ik denk ik nu ook gewoon doen. Ik denk dat ik gewoon ga beginnen met de topjes, want die zijn het kleinst. Alle topjes. Het zijn er nog niet heel veel, maar zoals ik net al zei, wacht ik dus nog op een bestelling van de H&M waar heel veel topjes bij zitten. Maar in principe kan dit wel genoeg zijn. Misschien dat ik er nog 2 of 3 uit mijn kast erbij smikkel als ik de H&M bestelling niet op tijd binnenkrijg. Maar voor nu is dit eventjes genoeg. Dan heb ik nog een aantal korte broekjes en rokjes. Ik denk dat ik die ook lekker in dit vak erbij ga doen, zodat ik aan de andere kant die jurkjes kan doen. Of misschien passen de jurkjes hier zelfs ook nog wel bij. Jurkjes en jumpsuitjes voor het strand. Deze kan eigenlijk voor allebei. Dit is een beetje een kimono, maar als je hier een leuk broekje met een hemdje onder doet, die ik er ook in heb zitten, is het gewoon heel erg leuk voor de avond. En hier heb ik nog een leuk jumpsuitje. Oké, alle kleding heb ik nu ingepakt en het past best wel netjes allemaal aan bijna één kant. Ik twijfel een beetje of ik hier mijn bikinis ga doen of niet. Ik ga even kijken wat het beste uitkomt. Dus ja. Ik heb eventjes wat bikinis en wat ondergoed gepakt. Eigenlijk 1 braletje en voor de rest alleen maar strings. Maar wat echt een tip is, neem je nou ook een klein tasje mee. En wil je nou niet dat die lelijk wordt of zo gaat indeuken, doe er dan spulletjes in. Zoals bijvoorbeeld ondergoed.
dat scheelt en weer plek. En je tas blijft gewoon heel erg mooi. En ja, dat doe ik. Zo, en dan ga ik denk ik gewoon in de rest al mijn bikini doen. Ik weet het, ik neem echt heel veel bikinis mee. Maar we gaan daar waarschijnlijk ook gewoon met z'n allen bikinis delen en zo. Dus ja. Het enige wat hier nu nog bij hoeft zijn BH's en sokken. Maar die zitten in de was, dus die komen er later vanzelf wel weer bij. Verzorgingsproducten die ik mee ga nemen. Van zonnebrand tot make-up remover tot dingen voor mijn haar. En ik heb 3 toilettassen, dus daar ga ik dat nu eventjes onderin verdelen. Dit tasje wordt het tasje voor mijn zonnebrand, zodat als ik naar het strand ga alleen maar dit make-up tasje mee hoef te nemen. En niet of na te denken van waar ligt alles. Dat gewoon alles lekker bij elkaar op één plek zit. Deze 2 toilettasjes nog over. Deze is van Clinique en daar gaat allemaal gezichtsverzorging in. En deze is van Danem en die is best wel groot, dus daar kunnen lekker alle dingetjes voor onder de douche en voor mijn haar en zo in. Make-up. Zoals je kunt zien heeft mijn wenkbrauwpoeder een beetje gevlekt op mijn bed. Ik denk niet dat mijn vader dat heel leuk gaat vinden, maar oké. Ja, ik neem er heel weinig mee, omdat ik het waarschijnlijk toch allemaal niet ga dragen. Ik heb een beetje poeder mee voor als ik ga glimmen. Een beetje highlighter, een bronzer, een foundation om te gebruiken als concealer. Omdat dit best wel een donkere kleur is en als ik bruin word vind ik dat mooier. Oogpotloodje, mascara en een wenkbrauwgel en mijn wenkbrauwpoeder. Dus dat is eigenlijk het enige wat ik meeneem op vakantie aan. Dit zijn nog wat dingetjes dat verder meegaat op vakantie. Als eerst dit lekkere kussentje voor in mijn nek, voor in het vliegtuig. Sjaaltjes voor in mijn haar, want dat vind ik gewoon echt super chill zitten. Deze 2 zijn van de H&M. Deze is van Lots of Jewels volgens mij. En dit sjaaltje is van de Primark. Dan natuurlijk nog een paar havianetjes voor het strand. Uiteraard neem ik ook nog schoenen mee, maar ik weet nog niet precies welke schoenen ik meeneem. En die komen in de grote koffer samen met deze. En dan nog iets wat in de grote koffer komt en dat is namelijk mijn strandlaken. Dit is mijn strandhanddoek van Love Stories, waar ik echt heel erg blij mee ben. Maar die komt gewoon in de grote koffer, dus die hoef ik nu nog niet in te pakken. Dit wordt de tas die ik ga gebruiken voor mijn handbagage ook. Hier komt gewoon mijn paspoort in, mijn portemonnee, mijn telefoon, oplader, oortjes en allemaal dat soort dingen. Vliegtickets en zo. Dingen die je nu nog niet voorbij hebt zien komen, zoals mijn camera, oplader van mijn camera. Schoenen en dat soort dingen komen allemaal in de grote koffer erbij. Maar ik dacht dat is misschien niet heel erg interessant en leuk om te laten zien. Omdat ik die grote koffer nu niet ga inpakken en alleen mijn kleine. Dus dit is eigenlijk wel een beetje alles wat ik meeneem. Als ik er nog achter kom dat ik dingen mis, stop ik die de laatste dagen erbij. Want ik ga pas over 2 dagen vertrekken. Dus nog genoeg de tijd om erachter te komen wat ik vergeten ben. Dit was dan mijn inpakvideo. Ik hoop dat jullie het heel erg leuk vonden. Er zijn nog een aantal dingetjes die ik later pas in de koffer toevoeg. Maar dat komt omdat ik pas over 2 dagen vertrek. Dus die heb ik nu gewoon nog nodig. Vergeet ook zeker niet mijn vakantievlogs te kijken. Die komen als het goed is vanaf dinsdag online. Ik hoop dat jullie dit een hele leuke video vonden. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei!